Ja. Tussen Pol en Ziel en Nordnikke woonden Pol en Marie. Ja. In een huis zoals dit huis van hier. En die man had in zijn tuintje Bibu, die het zelf vlocht, en heel been. En op zijn dak zat er ook huislook. En hij vertelde dat hij zijn hele leven daar gewoond heeft. Hij was paardenknecht in een nabijgelegen boerderij en moest regelmatig met de paarden met de witte wagen naar de begrafenis. Maar hij kwam ook als hij kind was eens naar huis. Hij had een bolletje, een houten bolletje mee. En zijn moeder zei, wie is dat? Ja. En zei hij, ik zie naar straftewist. Ja. En wij zei, wat voerden ze hier straftewist? Ik heb een vlamzak gehad. Ja. En ik zei, een peniert. Ja. En moet het 10 pagina ver beschrijven. Ja. En zijn vrouw, dus Marie zei, zijn moeder zei, ja maar zei ze, we klappen hier allemaal een vlams. Ja. Dan moet je daar niet voor gestraft zijn. Heeft dat bolletje een keer hier. Ja, ja. En meneer Pol maakte de kachel open en hij deed daar een bar achter. Hij gooide dat in de kachel en ze smeet dat in de kachel. En ze zei, zeg maar aan de scholenkoster dat mag nog de dust mag komen. Dat is goed, hé. Wat dat is, maar die meisje ziet toch snugger, hé. Ja, absoluut. Hij ziet toch snugger, hé. En te denken, ik moest ze niet onderschatten met de meisje. En ze waren trots op hun eigen taal, hè. Zeg, Gijs, dat vertellingsje dat je nu vertelt, hoe lang is dat geleden bij ze? En wat voor periode is dat geweest? Ja, dat ik dat gehoord heb, dat moet in de jaren 80, 90 geweest zijn. Ja, ja, ja. En, dus eigenlijk is dat nog maar een jaar of 40, 50 geleden. Nog niet. Dus en maar toen was er nog een signaal. Maar ze zijn alle twee gestorven. Ja, die mensen zijn dood. Maar dat is en dat dutje is in elkaar gevallen. Ja. Ze moeten bewaarlijk dat hier. Ja. Het was ook zo'n plak- en stakhuisetje. Ja, het was een mooi huisetje. Dat zou moeten overschien. Dat was zusterlijk. Filemon en Boukes, je kent dat verhaal? Niks in die feest. Ja. Ah, Filemon, ja, Filemon. Filemon en Boukes, ja. Van die gedegen, brave, degelijke mensen waar hij altijd welkom was. Ja, dat is juist. Ja. En je veel in Frans Vlaanderen geweest? Zeer veel, zeer veel. En dan zo bij de mensen geweest? Bij de mensen geweest. Juist like dat Cyril. En vooral met Cyril en met Cyril te houden, ja. Vooral met Cyril te houden. En ook een beetje lekker of dat Bert Bijn, zeg je dit? Maar ook met Bert Bijn. Mijn eerste contact was met hem. Met Bert Bijn is geweest. Hij en hij ging toen bij Vlaams klappende mensen? Ja. Het was voor de Vlaamse taal We constateerden regelmatig dat we Vlaams klappen. Ik heb ook een keer in Sint-Willemsbergen gelopen. Vanaf de abdij naar de stad, door de een van de straten. En stonden twee vrouwen te klappen. En ik met mijn brevier doen alsof dat ik niets hoorde. En ik hoorde dat ze Vlaams klappen. En ook Bikambien er was, begonnen ze in Frans. En ook een beetje verder was, begonnen ze weer in Vlaams. Als je schoon aan het dood neemt. Dus je hebt dat nog meegemaakt in Sint-Winoxbergen? Ja. In de jaren 60 verzeker of 70 nog? Ja, in de tijd dat we in Sultanen liepen. Dat je nog in Sultanen liep, ja. Dat was nog een jonge vent toen, ja. En ben toen 18 jaar pastor geweest van Sint-Jan in Poperingen. Ja, gedorie. Ja, maar dat wist ik het hier. Het zijn al dingen dat we zo moeten doen. Ja, we weten niet. Oh ja, maar weet je weet niet veel. Hè? Nee, dat is voor het nageslacht. Ja, maar ja, dat is toch wel ergens een boekstaaf. Het is jammer dat ik hier niet kan schrijven, nu recht het. Maar ja, je hebt het al opgenomen, dus dat gaat vastleggen.